Dan is het nu tijd voor een speciaal onderdeel, namelijk een recordpoging. Het gaat om het Nederlands record op de 4x100 meter wisselslag in de Paralympische afdeling. Dat Nederlands record staat op een tijd van 5:27.95. En waarom? Take your marks. Tadem Rabah haar uiterste best doet om hier ook het uiterste uit zichzelf te halen, om de ploeg zo ver mogelijk te brengen. En intussen is nu de tussentijd bij het aantikken. 2:57.20 van een seconde. Chantal Zijderveld heeft overgenomen. Nog 1, nog 2 of 3 en daar is de wissel. 4:08.42 van een seconde. Te gaan. Nog 9 af. Dat gaat ze fixen. Wat zien we voor een tijd? Dat wordt een geweldige tijd. Dat wordt een fantastische tijd. Kijk eens. 5:15.83 van een seconde. Nog sneller dan de beoogde. 5:17. Cleo Keizer, Lisa Demraber, Chantal Zijderveld en Manon Verwaarien. Nieuw Nederlands record. Chantal Zenden. Baan 1. Van de stadgemeenschap Essen aus Deutschland, Katrien Jengler. Baan 7. Van de Vuut, Maarsen, Elinore de Jong. Baan 2. Voor Orca Leeuwarden, Josie Wijkhuis. Baan 6. Voor de Vlaamse Zwemfederatie, Belgische Olympiër, Kimberly Buis. Baan 3 voor RTC Drachten en Orca, de Nederlandse kampioen op dit nummer, Kinge Zandringa. Op baan 5 voor de stadgemeenschap Essen uit Duitsland, Lisa Hupping. En op baan 4 voor de stadgemeenschap Frankfurt uit Duitsland, Julia Rosinski. Lichte voorsprong voor de Jong in de laatste meters. Op naar de finish. Wie wordt dan nummer 2? Wie wordt dan nummer 3? Het is hier de Jong die als eerste aantikt. 59:92. Heel mooi persoonlijk record voor de allereerste keer voor de Jong onder de 1 minuut. Zij slecht hier de 1 minuut grens op de 100 meter wimpelslag. De tweede tijd is het voor Kimberly Buis. En de derde tijd voor Jukinge Zandringa. Maar dames en heren, de nieuwe Nederlands kampioen, de winnares van de Swimcup 100 meter vlinderslag, Elinore de Jong. Als je weer inschrijft tijdens dag bij de series en bij de halve finale, dan had je echt niet gedacht, nou, Elinore gaat schitteren. Maar ze heeft al zoveel ervaring, heeft ook in de Verenigde Staten ooit getraind. Was al kampioen op de korte baan, maar deze titel komt wel als een sensatie. Vandaag,
Ja, dames en heren, dansgroep, step by step hier. Dankjewel, dames. The final. Women's 100 meter backstroke. De dames dus. Met op baan 8 voor Bravo. Jade Smits. Op baan 1 voor het FPC Amsterdam in de Columbia. Lulu Janssen. Take your marks. Mededeling voor de zwemmers van de 100 meter schoolslag. Heren kunt zich de komende half uur afmelden voor de finale. Ladies and gentlemen, stretch yourself for the finals. Men 100 meter breaststroke. You have until 10 o'clock. En hier zijn we begonnen aan de finale 100 meter rugslag met Kira Toussaint in baan nummer 4. En zij gaat ook als eerste keer. En dat is in 29:30. En dan nog die spannende dames neer. Is hij 23 honderdste van een seconde sneller dan gisteravond. Ze heeft 25 honderdste nodig om die limiet te halen voor Rio de Janeiro. Dat is de tijd die zo ver laten hier horen voor Kira Toussaint. Die zo ontzettend hard gewerkt heeft om die limiet voor elkaar te krijgen. 15 meter te gaan, 25 honderdste moet ze stellen. 1-0-0-25, de tijd die ze hier moet halen. We kijken naar die laatste 5 meters, naar de aantrek. En daar is hij. 1-0-0-25, Rio de Janeiro. Dit zijn van die kippenvelmomenten in het zwemmen, dames en heren, die we hier in die zwemcup al een paar keer gehad hebben. Wat een fantastische prestatie van de dame in baan nummer 4. 1-0-0-25, ze zijn precies de tijd. Zij wint de zwemcup. Jos staat al bij haar. We gaan dadelijk natuurlijk naar haar verhaal luisteren. Dames, jullie mogen het water verlaten. Dank jullie wel. We zien de uitslag is officieel. Dat is natuurlijk ook wel een ontzettend fijn moment. Maaike de Waard, de tweede tijd. En de derde tijd is er voor Tessa Vermeulen. En we kijken ook nog even naar die tijd van Tessa Vermeulen, dames en heren. Een fantastische 1-0-2-0-9. En dat is 1-1-K voor Tessa Vermeulen. Dit is een hele mooie 100 meter rugslag. Kira, je mag eerst even denken naar Jos, die staat er nog bij te dansen. Dat is echt, dit is een hele mooie prestatie. Dames en heren, Jos van Kuijen en Kira Toussaint. Nou ja, dit is natuurlijk een dansje waard. Hè? Maar Kira, van harte gefeliciteerd. Precies die limiet, 1-0-0-25. Dan zeggen ze altijd, wat gaat er door je heen? Dat gaat er door me heen, ja, ik ben gewoon heel blij nu. En ik kan bijna niet met mijn benen staan, maar wauw. Dat was echt, precies genoeg. Was dat alles of niks race voor je? Blijf staan. Was dat alles of niks race, hè? Was dat alles of niks race? Ja. Ik weet niet waar ik weg ging. 29:30. Nou, dat was iets gisteravond en dat was blijkbaar 1:52. Vertel eens iets, je hebt getraind in Amerika. Je moet wel heel erg veel credits geven aan je trainer, hè? Ja, zeker. Ik heb mijn hele rugslag veranderd vanaf augustus. Ben ik daar begonnen in Tennessee. En dat was eerst een heel erg lang leerproces. En want het was echt 180 graden de andere kant op van wat ik altijd gewend was. Maar blijkbaar is het dus wel heel goed uitgepakt. Nu, een jaar later, of wat is het, 8 maanden later. Dus ik ben er blij mee. Nou, je gaat naar de Olympische Spelen. Kira Toussaint!
En zij gaat naar de hoek, want zij wint de Swim Cup, dames en heren. Kees Rijn van de Hogeband, eerlid van de KNSB en chefarts NOC NSF. Gefeliciteerd, Kira Toussaint. Ze krijgt de bloemen en de envelop voor de winst, maar natuurlijk ook voor die fantastische tijd, de limiet van de Olympische Spelen. En daarvoor zijn we hier bij elkaar. Dan vervolgen wij ook gewoon ons programma, want er staat nog meer hele mooie... aan de leiding voor die 200 meter rugslag voor de winst op de, van de Swim Cup. En dan kijken we nog wat hier gaat gebeuren. De heren in de banen 7 en 8 komen nog wat dichterbij. Spannende finish voor de NK. Wie gaat daar de gouden medaille pakken? En dat is in baan nummer 1. Jelle Petten, 2:07:27. Persoonlijk record, bijna een seconde verbetering van zijn persoonlijk record, Jelle Petten in baan nummer 1. U ziet hier de officiële uitslag staan. Christian Diener, dames en heren, in baan nummer 1. Geef u hem een applaus. Hij wint de Swim Cup 200 meter rugslag. Laatste 25 meter voor Kevaren, laatste 25 meter voor Van der Zanden. En dan gaan we kijken naar de brons en zilver medaille. Wie gaat er aan de leiding met nog 50 meter te gaan? Het is de dame in baan nummer 3. Het is 4:28:16, 4:29:03. Het is bijna een seconde verschil, bijna een lengtevoorsprong. Nu voor Lisa Dresen, zij is op zilveren positie. Maar Anja Kevaren, zij gaat hier de Swim Cup op haar naam schrijven. Als eerste aantrekken en dat doet ze. In 4:46:04, tweede tijd voor Wendy van der Zanden. En dat wordt 4:51:27. En dan is het nog steeds Lisa Dresens die aan de leiding gaat. Zij pakt hier de zilveren NK-medaille in baan nummer 3 in 5:01:92. Onze medaille voor Judith van Meijel. Ze doet dat in het persoonlijk record, 2:17:00. Zwemt ze sneller, 5:03:00. Dan zijn alle dames gearriveerd. Ze zijn binnen, ze hebben 400 meter wisselslag achter de rug. Hier zien we de officiële uitslag, dames en heren. De winnares van de Swim Cup 2016, de dames 400 meter wisselslag is Anja Kniffaar.